Kunt u omschrijven wat de belangrijkste drijfveer in uw leven is? Nou, ik heb net al gezegd dat sinds mijn ruimtevlucht is mijn drijfveer zeker een soort missie. Ik wil het uitdragen. Ik wil laten zien dat hoe belangrijk het is. Ik wil mensen duidelijk maken. Ik wil een beweging teweeg brengen in richting van duurzaamheid. Het gaat met mijn hart. Maar als je zegt wat is het belangrijkste in je leven, dan is mijn eerste antwoord eigenlijk leven. Leef. Zorg dat je goed waarneemt. Zorg dat je goed reageert en ageert. Neem initiatieven. Durf. Laatst had ik een reunie van een band. Solution. En daar was Marten Reuning. Die ken ik vrij goed. Die kunstenares. Die met drie andere vrouwen en haar man een hele poos hebben geleefd. En haar man is onlangs overleden. Of onlangs, alweer een paar jaar geleden. Maar ze was zeer emotioneel doordat ze natuurlijk herinneringen had aan deze band en vooral met haar man. Mm-hmm. En toen schreef ik op een briefje: het mooiste van het leven is dat het er ook niet kan zijn. En dat gaf natuurlijk een enorme emotionele reactie. Yeah. Maar wat je daar eigenlijk mee aangeeft is de kern dat het is zo waanzinnig dat je leeft. Mm-hmm. En het is ook zo kwetsbaar. En het is zo'n groot verschil als het er niet is. En daarom is het zo mooi. Ja. En ja, ja, dat is eigenlijk toch een beetje zoals ik denk. Ja. Ja. Waaraan denkt u bij het woord God? Aan de natuur. Ja. Okay. Wat is volgens u het antwoord op de grote levensvragen? Zoals waarom zijn wij hier op aarde? En wat is het doel van mijn leven? Nou, u heeft er wel al wat over verteld natuurlijk, maar... Waarom zijn wij hier op aarde om die te beschermen en ja, liefde hebben? Ik vind het woord waarom een wat, ja, moet je dat zeggen, een warrig woord. Gewoon niet zo'n goede vraag. Waarom is de aarde er? Ja. Ja, je vraagt waarom, het je waarom, toch af. Waarom kunnen wij waarom zeggen? Jawel, maar afvragen... Mm-hmm. He, je kan je natuurlijk afvragen van, maar je kan niet, je vraagt je het af en dat is prima, maar er is geen antwoord op. Ik kan ook niet zeggen, ik leef niet. Dat kan ik niet zeggen. Natuurlijk, ik kan het zeggen, ik heb het niet net gezegd. Maar het brengt me helemaal nergens, nog sterker, het brengt me alleen maar nergens. Mm-hmm. Dus er is een blijkbaar een realiteit waarin we zitten. Mm-hmm. Die is enorm fascinerend. En dat is. Dat is het zijn. En dan kan je natuurlijk heel verschillend kijken tegen het zijn. Van de ene die is gelovig, de ander is minder gelovig. De ander zegt waarom. De ander zegt dat is belachelijk om die vraag te stellen. Ja. Waarom leef ik? Op zich, daar kom ik niet verder mee. Nee. Ik kan wel zeggen van ik ben gefascineerd door het leven. Hoe wil ik leven? Hoe kom ik aan een existentiële reden? Maar zien nog wie anders als waarom leven. Mm-hmm. En die existentiële reden heb ik net aangegeven. Een missie voor duurzaamheid is voor mij absoluut existentieel. Ja. Het behoud van de mensheid is absoluut existentieel. Maar ja, waarom is er een mensheid? Ja. Ja, nee. Daar kan ik niet zo goed op antwoorden. Precies. Ja. Nee, want heeft u inderdaad gedacht over hoe het ooit is ontstaan? Dus het hele lal en ook het leven bijvoorbeeld. Ja. Denkt u daar wel eens over na? Ja, heel vaak. Mm-hmm. En daarvan denk ik dan dat wij het volledig bij het verkeerde eind hebben. Oké, dat is interessant. Ik vind dat we daarin gewoon onze, zeg maar, wetenschappelijke bescheidenheid moeten handhaven. Mm-hmm. Als je kijkt naar het verleden, dan hebben we allerlei inzichten en theorieën altijd weer een beetje moeten veranderen. En soms heel drastisch. Mm-hmm. We hebben natuurlijk nog maar heel kort, 1600, het idee dat wij als mens bij machten zijn de wereld te begrijpen. Mm-hmm. En zijn er zo ver in gegaan dat je nu hebt, kan je in een boekje lezen van Steve Hawking hoe het allemaal is ontworpen. Mm-hmm. Zelfs waarom. Yeah. Het grote ontwerp, dat boekje. Mm-hmm. Maar dan, dat vind ik arrogant. Okay. Ik geloof daar niets van. Ik denk dat wij dingen zien met een heel beperkte ogen, een heel beperkte waardesvermogen, een heel beperkte interpretatie, dat wij instrumenten hebben gebouwd
die ons extra waarneming geven, zoals telescopen enzovoort, de microscopen en allerlei andere dingen. Maar ook die instrumenten hebben we zelf weer bedacht. Mm-hmm. Met andere woorden, we hebben een menselijke kijk op wat om ons heen is, op het universum. Ja. En ik ga eigenlijk ervan uit, dat geloof ik gewoon, dat is heel beperkt. Okay. Zeker als je kijkt naar het verschil wat ik zelf heb ervaren van op de aarde zijn en buiten de aarde. Mm-hmm. Bij iedereen die wetenschap doet, die is op die aarde. Nou, als je buiten de aarde bent en je ziet het verschil, dan denk je, jongen, ik weet nu een beetje waar je door wordt beïnvloed. Ja. Dat moet jouw hele wereldbeeld beïnvloeden, dat kan niet anders. Ja. Maar die heb je het zelf niet door. Nee. Ja, dus dat denk ik. Nee, ik zou ook het verfrissend vinden, en ik verwacht het ook, dat over, weet ik veel, misschien 10, 50 jaar of zo, een heel groot gedeelte van onze wetenschap op de schop gaat. Okay. Ja. En denkt u dat er ook ooit een einde aankomt? We hadden het net al even over die clash, hè, tussen natuur en mens. Ja. Gaat dat ergens fout? Of denkt u, gaf net al aan dat u toch gelooft dat de mensheid wel zal overleven, maar denkt u dat het ook uiteindelijk een keer helemaal misgaat? Of mis, maar eindigt, laat ik het zo zeggen. Ik heb die film gezien, The Age of Stupid. Mm-hmm. Dat is dus een scenario waar het misgaat. Ik vind die film niet onrealistisch. Maar omdat ik heb zelf een soort norm voor mezelf. En die zegt van, ja, maar het heeft geen zin. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Je moet constant hoop handhouden. Ja. Anders heeft het hoop doet leven. Hoop doet leven, ja. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het wel lukt. Dat het kan, ja. Absoluut. En je ziet ook wel dat nu op dit moment die kans er nog is? Nou, nog sterker, er komen altijd verrassingen. Hè. Er komen verrassingen de laatste tijd, vooral in de negatieve kant, maar ook in de positieve kant. De klimaatverwarming gaat veel harder dan we dachten. IJs gaat veel sneller weg dan we dachten. Een aantal bronnen en zeldzame materialen gaan ze veel sneller op dan we dachten. Mm-hmm. De onrust, ook vooral de financiële onrust, is veel groter dan we dachten. Ja. Nou, zo zijn er allerlei dingen die vallen enorm tegen. Maar wat bijvoorbeeld meevalt, is de zonnecelproductie. Die groeit enorm. Die wordt hartstikke goedkoop. Ja. En dat wordt een revolutionaire ontwikkeling straks. Serieus. Ja. Echt heel bijzonder. Mm-hmm. Dus er zit aan de goede kant komen er ook een hele mooie dingen. Accu's die veel beter worden dan we dachten. En noem maar op. Ja. Okay. En wat gebeurt er als we doodgaan? Dus als de mens uiteindelijk inderdaad toch sterft? Nou ja, laat ik zo zeggen. Als ik doodga, dan houdt het gewoon op. Kijk, ik geloof niet in een of andere vorm van hiernamaals, anders dan datgene wat door andere mensen wordt gedragen. Dat is gewoon je imprint, dat is je effect die je hebt. Mm-hmm. Maar in de termen van leven, en leven is interactie, ben je er gewoon niet meer. Nee. En als alle mensen dood zijn, dan zijn alle mensen weg. Ja. En dan is er niets meer. Het enige niets. Of. Dat is wel heel fascinerend, die vraag, van wat er dan eigenlijk is. Hè? Kijk, al die bomen, als ik dood ga, dan staan al die bomen er nog wel. Maar wie zien die bomen dan? Dat zijn andere mensen die ook leven. En als er nou geen enkele mens leeft en dus niemand die bomen ziet, zijn die bomen er dan? Ja. Dat is een hele fascinerende vraag. En ik geloof wel dat die bomen er zijn, maar de manier waarop die bomen worden waargenomen door de mens is uniek menselijk. En dat geloof ik ook. Wij hebben als mens natuurlijk een bepaalde blik, omdat wij een bepaalde snelheid ouder worden, we hebben bepaalde ervaringen. Een mier ziet een boom echt anders als dat een mens een boom ziet. Mm-hmm. En ja, dus als alle mensen weg zijn, dan is de wereld niet meer zo als dat die was, omdat gewoon de wereld werd gezien door mensen. Ja. En stel nu dat er inderdaad na uw dood wel een bepaalde werkelijkheid is? Voor mezelf? Ja, wat maar dan is het altijd natuurlijk voor wie? Voor wat? Ik bedoel, dan moet je gaan praten over iets wat overblijft na mijn dood. Een soort ziel. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou nee. Heb ik niet. Nee. Ik kan me dat niet voorstellen. ik kan me ook niet voorstellen wat het dan zou betekenen. Want stel dat je wel een ziel zou hebben die ook na je dood iets moet hebben wat levendig is. Want anders heeft het helemaal geen zin. Ik bedoel, als je zegt, ja, er is wel een ziel, maar daar gebeurt niks mee. Mm-hmm. Dus het is ook niet te zien het verschil tussen wel of niet een ziel hebben. Mm-hmm. Ja, dan heb ik daar niks aan. Nee. Dus moet er iets zijn wat nog een zekere interactie moet hebben. Mm-hmm. Ja, met wat en met wie. Nu merk ik het niet. Ik merk niet de ziel van mijn moeder of van mijn vader of van mijn grootvader. Mm-hmm. Dus
Of ligt het dan aan mij dat ik het niet merk en andere mensen merken het wel? Nou, ik heb nog nooit iemand gezien die echt kon aantonen dat het waar was, hè, of dat er iets achter zat. Nee. Dus ja, nee. Nee. Gaat niet gebeuren. Nee. Oké, nou, we zijn... Weet je, ik wil er nog iets aan toevoegen. Ja? Ik zou het ook jammer vinden. Oké. Ik vind, als je denkt dat er na het leven nog iets is, dan doet dat iets af aan je waardering voor het leven. Het is net als een afterparty. Ja. Je gaat naar een feest en je zegt van, jongens, ja, maar er is in ieder geval nog een afterparty. Dus het feest hoeft niet zo goed te zijn. Ja, oké, maar dat is natuurlijk een interpretatie die je aangeeft. Je kunt ook zeggen van, er is nog een afterparty, dus het is juist belangrijk dat ik nu ook goed feest vier. Ja, maar zo werkt het niet.